Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vanaf de Noordzee drijven soms wat wolkenvelden over het land, maar in het algemeen zijn die wolken redelijk vriendelijk. Alleen in het noorden van het land kan een enkele bui vallen. Dat is vanochtend al het geval en dat blijft vanmiddag waarschijnlijk ook wel zo. Verder dus een mix van die wolken en de zon, met de meeste zon in het zuiden van het land, vanochtend een graad of 12. Vanmiddag loopt het kwik op naar 16 tot 19 graden. Er staat een stevige wind in de kustgebieden waait het vrij krachtig en in het Wattengebied zelfs krachtig, met windkracht 5 tot 6. Vanavond verdwijnen de buien. Dan is het op de meeste plaatsen droog. Maar we houden wel de kans op wat, wat wolkenvelden. Hier en daar ook opklaringen. Het is een rustig weerbeeld met een iets afnemende wind. Morgen hebben we te maken met een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Misschien nog een laatste bui in het noordwesten van het land. Verder is het droog met net als vandaag een mengeling van zon en wolkenvelden en een temperatuur zo van 16 of 17 graden. Dat is wat mager. Donderdag komt daar in het zuiden al een graadje bij en vanaf vrijdag begint de wind te draaien en dan komt echt warmere lucht onze kant op. De wolkenvelden vanaf de Noordzee maken geen kans meer. Het wordt zonnig en het kwik gaat omhoog naar 18 of 19 graden op de vrijdag en een ruime 20, misschien zelfs een 25 in het zuiden op zaterdag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl